Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en vandaag ben ik weer in een livestream en ga ik het spel Amanda the Adventurer spelen. Als je er zin in hebt, druk op het duimpje omhoog. Shoutout naar de mensen in de chat en veel kijkplezier. Dear Riley, if you are reading this, it means you won't see me again. Unless it's the next life. I wish I could have told you everything. I don't know how much time I have, and there is still so much I have to do before I'm gone. This letter serves two purposes. To say goodbye, and to bequeath to you my house. What? Bequeath. Bequeath. To you my house in Kensdale. This next part may be a mistake, and gods forgive me if it is. When you settle in, there is something in the attic I need to pass it on to you. Look for a tape, but know that once you watch it, there is no turning back. Stay safe, my dear. With you always, Aunt Kate. Ah, oh, wat een lief briefie. Weet je wat het wel een beetje is? Dan ga je dus je hele huis afstaan, zeg maar, aan Riley. En dan ga je op het einde zeggen van, joh, op zolder ligt iets wat je niet mag kijken. Maar als je het doet, kan je niet terug. Ja, dan... Oké, we gaan het bekijken. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er wel zin in. Yo, what? Oké, dit is wel echt nu al heel gaaf. Wat hebben we hier? Oké, ik ben nu al een beetje van me apropos. Maar dit... What the heck? Dit is gewoon echt een... fully fleshed out game geworden. Ik kan me nog herinneren dat ik hier de demo had van gespeeld, zeg maar, op mijn YouTube kanaal. Check die video. En nu zitten we dus echt gewoon opeens in een of andere zolder met al... Dit is echt gewoon, dit wat puzzelen. Ik ben helemaal niet goed in puzzelen. Waarom ga ik dit doen? We kunnen zelfs... Nou, wat mooi. Ik ga wel gewoon hiermee beginnen met de band van In the Kitchen. Want voor de rest heb ik er geen... Oh, hier ligt ook nog iets. Oh, dat is dat briefje wat we hadden gelezen. Oké. Okay. Hier... Wat is dit? Check hoe lang briefje dit is. Moet ik dit allemaal gaan lezen? Ik haat lezen in games. Hier zit ook nog een of andere knijterenge pop. Nou, gezellig. Ik ga beginnen met deze videoband. In the Kitchen. We gaan het bekijken. Oh god, daar hebben we het weer. Oh nee. Hi, I'm Amanda. Hallo Amanda. And I'm Wooly. Hallo Wooly. Today we're going to make an apple pie. Oeh, lekker. My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? Apple? Apple? That sounds delicious. Today we're going to make an apple pie. Lekker. First, we need to cut the apples. Do you know what we can use to cut the apples? Ja, een hamer. We can't use that. Oh, een schaar. We can't use that. We can't use that. Zal het een knijf zijn? Good job. Oh mijn god, doe even voorzichtig. We can use a sharp knife. I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself. Okay. Look. I'm a pirate! Holy shit! That doesn't seem safe. Okay, Wooly, let's cut the apple. That was hard. We have almost everything we need to make our pie. We just need some sugar. Do you know where we keep the sugar? Is it in the pantry, the refrigerator, or the sink? Sowieso de sink, toch? Ja, sowieso de sink. Nope. Try again. Oh, maar ik dacht dat ik het goed had. Don't you want to help me? Oh mijn. Ik zal maar gewoon het goede doen. So, where's the sugar? Ik heb toch net dat ding aangeklikt? Oh! Oh mijn. Ik dacht dat dit hierboven, dat dat ramen waren. Maar dat zijn keukenkastjes. Wait! Yay! Ja! Can you smell the apples and cinnamon? Nee. Okay, it's time to bake a pie. First, preheat the oven to 425. I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. I'm not sure where they are right now. Wat? Dit is echt duister. We're on our own, Wooly. First, preheat the oven to 425 degrees. Then, put the apples into the pie tin. Moet ik dat nu gaan doen? Now, put it in the oven and bake it for 40 minutes. Our pie is ready! I can't wait to eat it! Wooly, let's have some pie! Doei!
Oh mijn, het is verplaatst. Oké, 425 graden en dan 40 minuten. We gaan het doen. En dan gaat hij waarschijnlijk open, of niet? Huh? Oh, we moeten... Oh mijn. Ik moet hier de appel in doen. Hoe werkt dit? Waar de heck ben ik mee bezig? Moet dit er gewoon in of zo? Dan dicht? Oh mijn god. Yo, dat werkte! Wat hebben we hier? In your neighborhood. Goed, daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. Band nummer 2. Nee! Niet doen! We hebben band nummer 2. I'm Amanda. Hallo. And I'm Wooly. What do you like best about your neighborhood? Oh, ik moet op iets klikken. That's great. Huh? I like that there are so many friends in my neighborhood. Ja, bij mij ook. Today, I want to send something special to my friend. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Ik zie waar de store is. Maar, wij hebben net die piano gezien. En die piano heb je natuurlijk... C, D, E, F, G, A, B... En wij hebben hier een C en een B en een F. Geen idee of dat nodig is, maar het lijkt er wel op. Want het is echt heel overduidelijk in het zicht. We moeten in ieder geval naar de corner store. Good job! Let's go to the store! Yo, wat? Let's pick out a card. My friend helped me when I was sad. Oh. What kind of card should I send them? Een bloemetjeskaart of een birthday kaart. Duimpje omhoog. Ja, like deze video. Duimpje omhoog kaart. Doe maar gewoon. Great! I found the perfect card. Oké. Okay. Time for the next errand. When friends do nice things, it's important to thank them. I want to get my friend a special treat. Can I have a special treat? Nee, Wooly. I want to get my friend a special treat. Wooly. Where can I buy a treat for my friend? Ik denk bij de post office. Maar we gaan waarschijnlijk hier naar de bakery moeten, ja. Good job. Let's go get that treat. Is goed. Hallo? Everything smells so good. I want to buy my friend some cookies. Can you show me where the cookies are? Nou ja, dat zijn die links, maar ik vind een... Mag ik een cupcake doen? I don't think my friend will like that. Dan een taart. I can't mail that to my friend. Nou, dan maar koekjes. Those look so tasty! We just have one more stop in the neighborhood! The package is ready for my friend! They live pretty far from me, so we need to mail it! Wow, it's getting late. Most of the stores are closed. We probably can't send that now. Jongen, Wooly. I have to send this to my friend. It's time to go to the post office. Let's send this package to my friend. Their name is... Wait. I don't remember. Yo, wat? Hoe vergeet je nou? Can you help me? We can come back tomorrow. You don't have to send that now. No, I have to send this to my friend. Help me. Who does the package need to go to? Vier letters? Hoe moet ik dit weten? Isis. No, that's not my friend's name. Oké. Ja, dan... ik heb niks gelezen. Ik heb echt geen idee. Misschien moeten we Piet invullen. You have to know their name. Amanda, dat weet ik niet, want ik heb niks gelezen. Maar volgens mijn chat moet ik Kate invullen. Kate! Great work! Wow, wat? Now we can send this to my friend. Oh mijn god, mijn chat. I hope she likes the cookies. Okay. Nou ja, shout-out naar Kate. Okay, dit is zo raar. De naam Kate moet dus hier ergens staan. Op een briefie. Waar staat Kate? Dear Mrs. Park, Joanne Cook. Oh! Hi, Aunt Kate! Thank you so much for the roller skate. Dad and I went skating at the lake yesterday. He fell down. But don't tell him I told you that. I can't wait to see you at summer vacation. Love, Riley. Oh, maar is dat niet gewoon het briefje trouwens wat we hier hadden? Ja. Er staat hier gewoon Aunt Kate. Dat wist ik natuurlijk wel. Ik heb mijn Twitch chat niet gebruikt, oké? Okay? Ik wist dit allemaal uit mijn hoofd en zo. Het was Kate. Oké. Okay. Ik zei toch dat we C, B, F moesten onthouden. C... B, F.
Ongelooflijk mooi. Ongelooflijk mooi. Nou, leuk. We hebben een nieuwe videoband. Kan ik nog meer muziek spelen? Oh, Beethoven! We gaan, oh no! Accidents! Kijken. Bam! Gooien we erin. Heel benieuwd. Oh, oh nee. It's you. Hallo, Woolly. Whatever you do, don't... Oh no! Woolly had an accident! Dit is zo naar. An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school, at the playground. You can get hurt almost everywhere. At 3:45 this afternoon, okay, we were playing and Woolly tripped and fell. I didn't... Where on Woolly does it look like he got hurt? Dat is zijn knie. What the fuck gebeurt hier? Knie. That's right. Yeah. Woolly hurt his knee. Oh. Who can help when you are hurting? De dokter. Let's take Woolly to the hospital to see a doctor. Ik weet niet of Woolly erop zit te wachten. Which room should we go into to find the right doctor to help Woolly? Nou eerlijk, als jij last van je knie hebt, dan denk ik dat geen één van deze heel erg nuttig is. Wat? Misschien aan de hart of zo. I don't think that doctor can help Woolly. Oh, nou dan misschien een kusje erop met de mond of zo. Oh, hier zit trouwens nog een klok. Oh shit, we moeten de klok onthouden. We hadden net 4:15. Nu 6:20. Shit, we moeten de tijd onthouden. En dan druk ik nu op het mondje. Willy's in a lot of pain. Nou, dan gaan we naar het bot toe. Come on, let's get Woolly fixed up. Ja, dat gaan we nu toch doen. Amanda, this really hurts. When is the doctor going? The doctor isn't here right now. Let's see how we can help Woolly. Which tool can we use to check Woolly's injury? What the heart monitor, the x-ray machine, or the scale? Eerlijk, ik vind dit best duidelijk. De duister. We pakken de x-ray machine, toch? Om te kijken of het gebroken is. Maar ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt als we op de hartmonitor drukken. That won't help Woolly. Yo, wat? En deze, de scale? I'm scared. What should we use? Waarom liggen er... Wat de... die pakken we. That's fine. Ja. Now we can look at Woolly's bones. En we moeten die tijd ook ont... Oh, we zijn klaar. Nou, we hebben dus 4:15, 6:20 en 10:50. Ik denk dat de drie tijden zijn die we nodig hebben. Terwijl dit videobandje weer ten einde komt. Dan, 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 dan. Wat leuk, gezellig, leuk, prachtig. Ja, vallen we weer op de grond. Waarschijnlijk is er nu een klok inderdaad die we moeten gaan... Oh, 3:15, 10:50. Oh mijn god. Ik ben blij dat ik een grote jongen ben die klok kan lezen. Like deze video ook als je klok kan lezen. Ja, nou, leuk. Dat is ook goed dan. En dan deze klok ook. Ik heb geen idee of het uitmaakt, maar we zetten het gewoon allemaal goed. Wat was de laatste? 6:20. Yo, deze mist een wijzer. Oké, okay, nu ben ik een beetje van me apropos. Hè? Je gaat toch niet zeggen dat we nu eerst een wijzer moeten zoeken voor... Hé, een appel. Dankjewel. Maar moet ik nu... Oh, oh, oh! Oh, of niet? Is het niet? Ja, ja, ja. Oh, dit is de digitale klok. Oh. Zo is hij goed. Ja! Ja! Piep, 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 piep. Nou, dan moet deze moet op 3:15 gezet worden. Want dan gaat ze dus blijkbaar af. Nou, dan weten we ook wanneer we het goed doen. Zoiets, toch? 3:15 of 3:15 was het. Eén van beide. Die dan. Waarom werkt die nou niet dan? Het was 6:20 bij die ene. Dan, als het goed is. Misschien. Ja! Oh, 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 kijk hem beeld gaan, kijk hem beeld gaan. En dan moet bij die laatste moet iets van 4:15. Maar dan moet eentje terug, toch? 4:15? Oh mijn god, dit is toch geen 4:15, Melvin? Ik... Man is 26 en weet niet waar de lange en de korte wijzer moeten. Ongelooflijk. Dit kunnen we wel even vergeten. Jeetje, ik ben echt debiel. Nou, hè? Als het goed is, is hij dan nu goed? Ja, jongen, 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 jongen. En wat is er nu gebeurd? Ik heb nu een nieuwe videoband nodig, denk ik. Maar waar gaat die liggen? Tik-tak, tik-tak. Catching up with Sam? Oh, de laatste.
Oh, nee, nee, nee. Maar het papiertje valt. Wat staat er op dat papiertje? Sam Colton wasn't expected to be father to a town icon. The way the town has embraced. Oké. Nou, leuk briefje. Gaan we niks meer doen. Het ging over de maker van de serie. We hebben in ieder geval de laatste wijzer. Alleen, nu ga ik heel eerlijk zijn. Dat ik heb geen idee wat voor tijd ik hierop moet invullen. Of hebben deze... Oh, we moeten 4:15. 4:15 moeten we invullen. En dan gaat hier waarschijnlijk doorheen het in zitten, denk ik. Is dit goed? Ja, ja! Kijk! Hij is open! 7826. What? 826. Welke safe? We hadden ergens een kluis. Is dit een kluis? Er zit niet eens wat in. Oh, oh, kut! Mijn videoband! Shit! Oké, er was nog een andere kluis, toch? Hier is een of andere gekke robot. Ik vind dus die code en ik denk gelijk van... Die code moeten we ergens gebruiken! Maar volgens mij niet. Voor mij kunnen we eerst gewoon verder gaan met ons leven. Denk ik. We gaan kijken naar... Everything rots. En ik krijg last van mijn nek. Holy shit. Nou goed, we drukken hem erin. Wat gaan we hier hebben? Oh. I'm Amanda. Hallo Amanda. And I'm Wooly. Ik ben Melvin. It's such a nice day for a picnic. Ik vind picnic What's your favorite food to eat at a picnic? Dick. Oh, I don't like that at all. Oh. Amanda, what's that smell? I've never smelled anything like that. I don't know, Wooly. You're right. It's a bad smell. What do you think is making that bad smell? Dick. Oké, nee. Ik denk deze verrotte... Wat is dit ook? Dan ga je picknicken en dan neem je dit mee? Wat is dit? Dit is nog erger dan mijn schimmelwater. Eww, you're right. Ja, inderdaad. This sandwich is stinky. Yo! Because it's rotting. This tree stump is rotting too. Do you know why? Things rot when they are not alive anymore. Oh shit. Do you know what the opposite of alive is? Ja, dat weet ik wel. Dick. Look at the tree stump. Oh. If it's not alive, what is it? Dan is het dood. Ja, dead. That's right. Yay. The tree stump is dead. Dead is the opposite of alive. Good job! Plants can die if they don't get enough light or water, or if they get a disease. Let's go back to our nice picnic. Wat zie ik? Wat gebeurt? Animals can die in different ways too. What? Look at poor Mr. Fox. He is dead and rotting. What do you think killed him? The gun, the knife, or the poisonous berries on this bush? Ja, dit is echt een geweldige kinderserie. Ja, dit zal ik mijn kinderen van harte aanbevelen om gewoon... Ik denk het wapen. I think that was it. Oh, nou dan het mes. No, it wasn't that. Look at his funny tongue. He's silly. His funny tongue? Jij hebt hem gekild. Kijk er... Kijk Wooly ook staan. Die denkt van... Help mij, Melvin. Ik moet hieruit. Ja, Wooly, ik doe mijn best, gast. Maar we moeten toch even Amanda volgen. Want ik heb geen andere keuze, snap je? We gaan wel op die besjes drukken. Wouldn't it be nice if he could tell us? Mr. Fox, what made you die? Het mes? It was the ugly old bear trap. Mr. Fox didn't even know what got him until it was too late. Amanda, this has gone too far. I don't like this. We saw so many things today! A rotting sandwich, a rotting tree stump, and silly old rotting Mr. Fox. Yay! So leuk! Sometimes I feel myself rotting. But it feels far away. Amanda! Nothing is rotten here. What do you think? Do you think that everything rots? Of course not, Amanda. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. Oh my god. Rot alles? Dead. Why won't you answer my question? Dead. You have to tell me. Sorry? Do you want to be my friend? Please, answer my question.
Yes. I think it might be too late. Heb ik het nou net ver... Oh mijn god. What the heck? Dat was het? Nee, wat heb ik fout gedaan? Er is toch zoveel op die zolder? Ik denk dat dat een van de eerste eindes is. Nou. Oh, we hebben natuurlijk nu de kluiscode. Dat stond hierin, maar die kan... Oh, what the heck? Dat was 826 of 846 of zo. Die kluis was er net niet meer, maar nu wel. Maar we gaan wel verder. Ik vind het zo mysterieus. Ik ben heel benieuwd wat we hieruit gaan krijgen. God, dit werkt ook gewoon. Een briefie! En een... Wat is dat? Een pauzeknop, oké. Okay. Maar dit briefje, dat moeten we hierop doen. Want dat heb ik net eerder gezien. We gaan dus nu waarschijnlijk voor een tweede einde. Dat is wat mijn gevoel zegt. Moet je dit zien, joh? Dit is echt een zieke lijst. En waar hadden we dit ook alweer nodig? Ik heb dit ergens eerder gezien. Wacht. Voordat ik verder ga zoeken. Misschien moeten we deze knop nog ergens plaatsen. Misschien bij de tv dan ergens of zo? Oh, kijk! Pause/eject. Zou dat nu betekenen dat wij de banden op pauze kunnen drukken? Ik ga wel gewoon kijken wat er gebeurt als we opnieuw naar in de Oh! Yo. We hebben gewoon een dikke pauzeknop opeens. Dit is al handig. Hi, I'm Amanda. En we kunnen doorspoelen. Dus hier kunnen we dan... Strawberry... Oh, dat kan niet. That sounds delicious. Ja, weet ik. Maar wat moet ik nu doen? Ik dacht eerst dat ik gewoon verder moest, maar dat werkte niet. En toen opeens vond ik nog wat plantjes. Hé, hier zijn ook plantjes. Wat? Waarom zijn die plantjes? Oh mijn god, wat? Daar staan die... Yo, daar staan die codes op. Huh? Waarschijnlijk moeten wij iets gaan planten van kleur in die dingen. Maar uiteindelijk vertelde de chat mij dat ik de eerste videoband op een heel specifiek moment op pauze moet zetten. We vullen hier nijf in. En dan moet ik hem op pauze zetten. En dan? Wat? Dan staat op de achtergrond de oven die op pauze gaat. Hè? Oké, dit is wel heel erg goed opgevallen. Huh? Yo, wat? Wat gebeurt hier? Het is opeens een hele andere scène geworden. Kijk, de oven staat in de fik. Wooly is een beetje bang. En Amanda die schreeuwt ook. Oh, mijn. What the fuck? Wat? En dan ligt er opeens kaas? Oké. Meat pie? Potato, mushroom en meat? Preheat the oven to 525 graden Fahrenheit. In a pie tin mix, meat, potato en mushroom. Bake for 15 minutes and enjoy. Yo. Oké. Dus nu moeten we hier sowieso de kaas in gooien, ja? Nee, geen kaas. Waarom doe ik nou... Ik doe de kaas erin. Shit, sorry. Ik moet de kaas er niet in doen. Geef even mijn kaas, dankjewel. Waarom ligt er ook... Wat? Die kaas is voor die muizenval, of niet? Wacht. Daarachter in deze map, daar lag een muizenval. Kijk. Moet ik hier niet het kaasje doen? Kom dan. Oké, ik weet het niet. Maar we hebben nu wel het kaasje op de muizenval. Oh nee, F. Rip dat muisje. Nee, dit is de meat. Nee. Dit kan toch niet? Nee. En dan hebben we waarschijnlijk hier de code voor nodig. Voor de potato. Dat is dus het halve maandje. We gaan ratatouille maken. Maar dan... We moeten nu nog de potato en de mushroom. Nu weten we ook gelijk waarom bij dit halve maandje dus die potato staat. Dus we gaan nu het halve maandje opzoeken. Het halve maandje. Nee, dat is die niet. Ook niet. Ja, oh. Die moeten we hebben. Maar moet deze nou gewoon hier opgegooid worden? Nee. Hoe de heck ga ik hier een potato uitkrijgen? We hebben iets van water nodig of zo, denk ik. Oh,
wat goed. Kijk. Daar komt de aardappel. Geen idee hoe deze zo snel kan groeien, die aardappel. Maar nice. Wat hadden we nog meer nodig? Een mushroom. Die mushrooms hangen hier. Dit zijn gewoon de huizen van Kabouter Plop. Geef mij die mushroom. Dit wordt wel echt het meest giftige taartje ooit. Een lekkere vliegenzwam, een dode muis en een of andere potato plant. Moet ik deze er gewoon opgooien? Nee, toch? Ik voel me echt een of ander kind dat een of andere taart maakt. Weet je? De meat pie. Hoeveel graden moest dat ding? 525. En hij moest er volgens mij 50 minuten in. Nou, laten we eens gaan kijken wat er gebeurt. Oh, ik heb hier echt niet heel veel zin in. Uh-oh. Yo, wat? In your neighborhood? Hou op met die donaties. We gaan deze gewoon bekijken. Dit is wel dezelfde als eerst, maar ik denk dat het een compleet andere band gaat zijn. Ik ben heel benieuwd. We moeten echt goed opletten. Hi there, I'm Amanda. And I'm Lily. Amanda, maybe some of our friends can come back to the neighborhood? That's great. Okay. I like that there are so many friends in my neighborhood. Today, I want to send something special to my friends. Dit is echt heel lugubber. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Nou ja, er is opeens een slager. I don't need to go there right now. Nou, waarschijnlijk moeten we dan nog wel even de stappen volgen. Good job. Ja. Let's go to the store. Let's pick out a card. My friend, something bad happened. What kind of card should I send them? Voordat wij deze kaart gaan versturen, daarboven staat een liedje. En wij hebben natuurlijk die speelgoedpiano. Blijkbaar staat die bovenin façade. Hè? Twitchchat kon zich niet inhouden. Maar goed, wij moeten een kaartje kopen. Welke had ik nodig? Ik heb nu ook totaal niet opgelet. Die? That's not the right card. Nou, dan weer zo'n duimpje omhoog. I don't think we want this. I think Amanda is confused. Het is zo naar. Shh, here's a secret. It's my birthday. Maybe we can help her out. Yo, wat? Is het zijn verjaardag? Go ahead and pick a card, friend. What? Okay. Are you sure that's right? It looks like it. I bet your friend is really going to love this card. My friend is... My friend... Dit is zo duister. My friend is having a birthday. I want to get my friend a special treat. Where can I buy a treat for my friend? Oh, I know. Let's get them some nice candy. Do you know where the candy store is? Kijk Woolly ook staan. Maar Woolly is dus jarig. En Amanda is dat vergeten. En we hebben ook nog de slager. Maar waarom wil ik dan naar de slager toe? They don't have anything we need. Nee, we moeten naar de candy store. Great! Great, let's... Why did you do that? Now I can't find the candy store. I don't know where to go. Can you help me? What? Don't do that! Amanda boos? Moeten we letterlijk naar deze slager? I don't want to go there. Die dan? I said I don't want to go in there! Die? No! Why is this happening? Dan deze? No! Why can't I stop this? This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Maybe you can take us someplace else? I want to get my friend a special treat. Moet ik misschien op Woolly drukken? Omdat Woolly die vriend is? That's not funny. Oh nee, dat was een grapje. Ik vind hem wel grappig, Woolly. Want jij bent natuurlijk vlees. Het mes? I want to get my friend a special treat. Oh mijn god, het mes is opgepakt. Dan de worstjes. Let me out of here! Oh, Amanda. That's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now? Will you address the card? Who should I send this to?
To Wooly! Wooly! Wooly is jarig! Oh, Wooly. It's your birthday! Yo, wat heb ik net gezien? Oké, twee dingen. Ten eerste, de piano staat er nog links. En ten tweede, wat ligt hier? Where? We tried to, we went to... You took me. Eigenlijk wil ik eerst even dat liedje hierop spelen voordat ik te hard van stapel loop. We moeten hier dus façade op spelen. F, A, C, A, D, E. Nou. Dat werkt dus niet. Dan moeten we iets met dit boek gaan doen. Want we kunnen op letters klikken of zo. Dat kon hier op je... Oh, oh. Oh. Hè? Where? We tried to. We went. We gaan nog een keer naar die store. Good job. Ja. Good job. En dan hebben we hierboven die tekst aan. Zullen we dit nu gaan spelen? We gaan nu façade spelen in de hoop dat het misschien iets doet. Geen idee namelijk. Maar het is nu zichtbaar. Dus ja. F-A-C-A-D-E. Oké. Een oranje videoband. Goed, de videoband is afgelopen. Het is tijd voor de oranje videoband die we vonden in die piano. Daar gaan we. Echt geen idee wat ik hiervan moet verwachten. Where's the birthday girl? Usually my mom holds my treat money. Well, I'm... Come on, Lauren. We have a special surprise for you. Okay. Here's what I have. Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. Is that show on 24/7? It's like she didn't even hear me. What the heck? And we need to talk about some new TV rules. You know what? Hold on. Let me try. I want to capture the big surprise on video. Lauren, honey, we got cake and ice cream. We got your favorite, mint chocolate chip. Come on, baby. We can watch Amanda another time. It's so much fun. Lauren? To buy your own. Everything okay? What the fuck? Lauren? Lauren? I love mint chocolate chip. Dat laatste woordje, my love mint chocolate chip, was zo duister. What the heck? Dat was niet eens een einde, dat was gewoon een... Ik wil meer van dit soort videobanden. Wat? Dat is wel echt heel creepy, als je er een beetje over nadenkt. Oh nee, en nu moeten we dit nog gaan oplossen. Ik dacht dat het gewoon een ander einde ging zijn, maar dat was het niet. Het was gewoon een soort van secret tape. Nu moeten we nog met dit pauperboek bezig, maar... Dit is echt een heel gaaf spel, dat moet ik wel zeggen. Yo. Waar? Het is opeens anders. Where? Oké. We moeten dit dus op een bepaalde volgorde doen. Want dit is Candy, dit is Store. Candy, Postman. Oké, nee, het is dus een puzzel. We moeten dus de juiste volgorde doen. Dus de eerste is 24 die. Dan moeten we nu 24 vlees, mail. Nee. What? Is het weer 24 Candy en dan die? Oh. Mijn. Is het nu gewoon drie keer hetzelfde? Dus dan is het 24 candy vlees. We moeten die pop kapot knippen. Oh, die pop is weg! Nee. Pff, waar is die pop? Guts stond er. Oh, wacht. Guts! Kunnen we dat hier even invullen? Misschien? Guts? Ja. Nee, dit is het. Dit is sowieso goed. Guts, let op. Dit moet werken. Guts. Open. Ik ben echt een pro-gamer. Oh, oké dan. Daar ligt een schaar. Maar die pop is verdwenen. Dus die pop die is nu... Ja, dat zou ik ook doen als ik kapot word geknipt. Leggen we die schaar hier maar even neer. En dan moeten we deze videoband gaan kijken. Welke videoband is dit? What is a family? We gaan hem er gewoon in doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Misschien moeten we opletten op die pop. Want die pop moeten we dus kapot knippen. Hi, ja. Friends. Hallo. I'm Amanda.
and I'm Wooly. Bah. Hello? Wooly just made an animal sound. Yeah. He said bah because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? Moo. That's great. Yeah. You sound just like Wooly. Yeah, yeah, ik leed hem precies, hè? Wow, yeah. You sound just like me. Yo, 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 wat? Emergency alert system? Oh. Ik heb hem gewoon op pauze gezet omdat ik schrok. En nu staat dit er opeens? What the fuck? The thunderstorm goes. What the heck? Ik heb geen idee wat ik met dit ding moet. Ik heb letterlijk random op pauze gedrukt omdat ik een beetje schrok. En we hebben nu de hele tijd een of andere tornado. En we kunnen niet op dit bovenste ding komen. Zullen we gewoon gaan kijken wat er gebeurt? Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Ik heb namelijk geen idee. We hebben dus nu de emergency alert. Oké. There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. Yeah. They look different and they don't talk like people. Maar Wooly wel. Amanda, I'm an animal and I... Animals don't talk, silly. Aww. Look at these signs. Let's make sounds like the animals on the signs. Okay. Are you ready? Nee. A goat says, meh. Meh. What the heck is a this? Chicken says. A pig says. Blink. Sorry dat ik hem op dit moment pauze heb gezet. What the heck? Ik denk dat we maar verder moeten met deze Peppa Pig. Ik weet het ook niet. Oh mijn hemeltje lief. Fun. Nou, dat was niet heel fun. Funny nee, helemaal niet. Do you have a family? Nee. Animals have families too. Oh. Let's go see one of the animal families. Is goed. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? Ja, daar, dat knoppie. The chickens. Great. Let's go see those silly chickens. What a cute family. What the heck? Having a family is nice. I see a mommy chicken. And baby chicken. Oh, die kippen. And I see a daddy chicken. Oh. Look at the chickens. Oh. Do you know what the daddy is called? A cock. Ah, geen kok. Cockroach. No, that's not what they're called. Try. Oh, tornado warning. Het is weer zo'n tornado warning. Moet ik dan nu nog een keer aan dit ding draaien? Oké. Voordat we verder gaan nadenken over hoe een mannelijke kip eet, hè. Een hen, een kok. Moeten we hier aan draaien? De tornado. Oké. En nu moeten we weer wachten tot er zo'n warning komt. En als we dan die warning hebben, dan hebben we waarschijnlijk hier een nieuw eind of... Ik weet het niet. We zijn nu gewoon echt met allemaal eindes bezig. Het is echt een heel interessant spel. We gaan verder. We gaan verder met een rooster, inderdaad. Een rooster. Kok is ook correct, maar ja... The daddy is called a rooster. Yeah. The mommy is a hen, and the babies are chicks. Some mommies eat their babies. Yum, yum. Okay, let's go see some more animal families. Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? Er staat letterlijk één naast je, Amanda. Er staat er één naast je. Zullen we naar de slangen toe? Ew, I don't want to see them. Oh. They're scary. Nou, en dan de spinnen. I don't want to go near... Oh, vlot warning. Dit is de laatste warning, of niet? Moet ik hier nu nog een keer aan gaan draaien? Waarschijnlijk. Let op, dit gaat een secret einde zijn of zo. Ah! Fucking cutting! Maar er zit wel een videoband in. Oh mijn, we hebben een nieuwe videoband. Everything rot. Nog een keer everything rot. Nou, dit spel is echt helemaal aan het gek doen. Ik ga die videoband hier neerleggen. We moeten deze afkijken en dan hebben we daarna gelijk nog één. Nou, oké, leuk. Stomme jumpscare was dat. Verder met dit... Ik vind het... Ik ben zo erg... into the game. Dat we echt verder moeten gaan. Schaapjes! Oké. Ja. Let's go. Oké, let's go. Look at the nice
family. Oh my. All the sheep are right where they belong. Wacht. Oh nee. What? What? Blizzard warning? Hè? Ik heb het gevoel dat we nu niks meer kunnen. We hebben de volgende videotape. Ik heb geen idee of dit een secret einde is of niet. Maar we hebben de volgende. We gaan gewoon verder hiermee, want ik heb geen idee. Hé, hey, een katje. Hallo. Poesie. Hi, little kitten. Where is your family? Oh. It looks like this kitten is all by herself. Oh. How do you think she feels? Fucked. Oh. She must be so scared. Yo, welk woord met poesie? Oh, alone natuurlijk. Jezus. Alone dan. Ja. Oh. Oh, oké. Okay. Will you help the lonely kitten? No. Will you please help the lonely kitten? Ja, als jij zo aandringt, yes. Wat gebeurt hier? Juist, ja, echt geen idee. Echt waar geen idee. We hebben dat katje niet eens gered. Wat ik wel weet is dat we gewoon gelijk everything rots hierin doen. Ik ben heel benieuwd. Again, I'm Amanda. Maar deze hebben we toch al gezien? Nee, niet. What's that smell? What do you think is making that bad smell? Ikke. Oh, we moeten iets klikken. Nee, we moeten wel weer het slaatje aan. Of die. Ja. Vieze sandwich. Gadverdamme. You know what the opposite of alive is? Dead. Dead is the opposite of alive. Good job. Ja. When an animal dies, it rots too. It looks like this kitten is in big trouble. It might die before anyone can help it. Dat is een katje! Could we help the kitten? Yes! Nou wel, yes. Oh, de poesie! Ja, poesie! Nee! Wat doen we nou met het poesie? Hè? Yo, 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 yo. We hebben hier letterlijk het luikje open. Yo, wat gebeurt er? We gaan naar de hemel! What the heck? What? What? Ik dacht dat we naar de hemel gingen, maar dat was geen hemel. Hebben wij nou net gewoon letterlijk dat katje daar dood zien zijn en iedereen? Dat... Goed, zijn we weer. Waarschijnlijk zijn er een paar dingen veranderd. Ik weet het niet, want we hebben op continue gedrukt. En dat betekent dat we waarschijnlijk nog meer eindes kunnen gaan fixen. Die pop zit er namelijk weer. En we weten natuurlijk nu de code voor dit kissie. En dat is Guts. Dus waarschijnlijk als we hier nu Guts invullen, kunnen we dat hoofdje eraf knippen. Ik weet niet of ik daar heel vrolijk van word, maar we gaan het gewoon proberen. Guts. Uh-oh. Kijk, geef mij die schaar. Ik wil die schaar. Hallo, popje. Wij gaan jouw hoofd eraf knippen. Joehoe. Nou, hatsa. Wat de... Oké. Okay. Batterijen? Yo, waar de heks zijn deze batterijen voor? Misschien hierin? In dit ding? Oh, mijn. Het is echt hiervoor. Hallo. Ik ben Melvin. I think this is going to be fun. Nou ja, wat gaan we doen dan? Het wordt heel grappig, zei hij. Een 2. Nee, misschien 8, 2, 6. Life is not just a series of zeros and ones. Wat? Wat? Ik wist niet gelijk wat ik moest doen, dus ik ging opnieuw de videoband bekijken en toen gebeurde er het volgende. Waarom is die letter N in het hoofd... Zien jullie dat? Waarom is die N in een hoofdletter? Huh? Yo, 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 die N was in een hoofdletter. Will you help
the lonely kitten? No. Will you please help the lonely kitten? No. Won't you help the lonely kitten? Wat zeg ik nou net? Nee. No. Won't you help the lonely kitten? Won't you help the lonely kitten? Wat de heck? Dat is gewoon dit einde, alleen dan op een andere manier. Eerlijk, ik vond deze wel veel enger, maar goed, dit einde hebben we al 3 keer gezien. Moet ik een Yo. Ik heb deze natuurlijk een keer eerder gevonden. En in die video zei hij inderdaad peach pie. Maar moet ik misschien een peach pie maken? Is dat het idee? Moeten we dat ding misschien zo dan op 40 minuten met een peach pie doen? Is dat iets? Wow! Wow, 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 wow. Oh, mijn. Dat is... Oh. Oké. De peach pie is iets. Wat is dit? Een blauwe videoband. Gaan we kijken. Heel benieuwd. Wat? Waarom ziet het er zo creepy uit? Dit heeft ook gewoon geen geluid. Misschien moeten we 247 invullen? Ik heb geen idee. Dat meisje, wat is dit? Wat? Ze laten haar iets tekenen, alsof dat kind een handtekening heeft. Toen ik fucking 7 was, had ik nog geen handtekening. Laat staan dat ik fatsoenlijk kon schrijven. Wat? Dat was het ook? Oké, doei. Ja. Wat is dat nou even? Verkrekte Walter White? Wat is dit? Of is dat de vader? Of is het misschien een testfacility dat ze nu... Zou ze nu naar zo'n videoband moeten gaan kijken of zo? Ik weet het niet. Wat is dit? Echt heel onduidelijk, maar wel heel creepy dat we dit hebben gevonden. Dat betekent dat we 2 van de 6... Dit spel is veel te groot, man. Nou ja, we hebben de 2 secret tapes gevonden. We hebben nog echt letterlijk een einde... 2 eindes moeten we nog halen. Allemaal magisch, zeg. Oké. We moeten gewoon weten wat we hier moeten invullen. Zie, daar staat die robot voor $1,503... En 25 cent. Is dat het getal dat we moeten invullen? 150325? Ik ga het gewoon proberen. 150325. 150325. Hatseflats. Mijn condolences to Kate? Yo, wat? Die videoband is veranderd. I don't want to play anymore right now. Oh damn. Het is tijd voor een nieuw einde. Met een taart. Happy birthday. Congratulations. You're 1 year older. Wishing you the bestest. Wishing you the bestest year yet. 081-821. 081-821. Moeten we dat hier gaan invullen? 081-821. Werkt dit? 325 variables.
Oh! Oh, we moeten dat ding in de oven zetten, of niet? 30 minutes. Oh! Een tweede kaarsje! Oké, okay, en een nieuwe kaart. Nee, niet zo'n puzzel. Nee. May our year be filled with many blessings. Love. Blabbert. Wat cute. Ik wist niet dat een robot zo cute kon zijn. Maar we hebben dus een 4. Een 4. 1 keer 1 is 1 plus 1 is een 2. 1 gedeeld door 1 is 1. 1 plus 1 plus 1 is 3. En een 1 min 1 is een 0. 4, 4, 2, 1, 3, 0. Bam. Wat? What's in the card is on the cake. Moeten we nu alles met de twee kaarsen doen? Want er staat maar één kaars, maar er staan twee kaarsen op de kaart. Ja, wacht, wacht, wacht. 2 keer 4 is 8. 5 min 2 is 3. 2 keer 2 is 4 plus 1 is 5. 2 gedeeld door 2 is 1. 2 plus 2 plus 2 is 6. En 2 min 1 is 1. Is dat dan de code 835161? Dat zou ook kunnen. C, C, D, C, F, I. C, 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 D, C, F, I. Oké, okay, een derde kaarsje. We hebben een derde kaarsje. Die gaan we hier op de taart zetten. En wat dan? Oh-oh! Oh mijn god, dit vind ik echt heel eng. Dit is zo creepy! Oh no, accident! Eerlijk? Ik vind het niet heel leuk. We hebben een nieuwe videoband, we hebben een nieuwe videoband. Dankjewel, meneer Blabbot. Oké, okay, we gaan hem erin doen. Bam, we gaan gewoon gelijk kijken. Scheid aan alles wat mij kan over... I don't have much time. Do you trust me? Ja. Yes, ik vertrouw jou. Lily, nee! Ready for an adventure? Amanda, you know you can't... Wooly had an accident. When a friend has an accident, sometimes nobody can help them. But we can try. No, Amanda. I'm fine. I just... Poor Wooly is so confused. We really have to help him. First, we have to know what is wrong. What part of Wooly is broken? What? What? Moet ik serieus... Wooly's head is broken, but Dr. Amanda is here to help. Let's prepare the patient. Here, Wooly, drink this. I don't know, Amanda. Nee, dit is niet goed. It's all just pretend, isn't it, Wooly? Amanda, I feel, We need to operate immediately on the patient's brain. What tool should we use to fix Wooly's head? The saw, the hammer, or the forceps? De forceps? Ik vind trouwens ook echt heel eng hoe ze naar mij kijkt. Ik word hier echt een beetje bang van. We doen wel eens een zaag. That might be helpful, but what else could we use? Nou, dan de forceps. Things could get really messy if we use that. De hamer? That looks hard to use. But I could try. Nee, 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 nee. De zaag. I tricked you. We're going to use all three. The patient is getting rowdy. I'll need a little help here. Help me, please. So, who are you going to help? Ik moet die Wooly helpen. Let's get the patient. Nee, nee, nee. Nee! Nee! Finish the operation. Nee! Dit spel is echt bizar. Er ligt weer een videoband met een briefie. Oh nee, dat is mijn kaart. Wat staat daarop? Witch of Zoo, looking for Boo Biboo. John's Candy Factory, maar dat is het niet. Het is Riley's Fun Movies. Oké. Oké, hier ben ik heel benieuwd naar. I'm Boo. Hi. Trap door treat.
bij trapdoor treat? Waar de heck moeten we dit invullen? Wacht. 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 Er ligt hier een tape. Deze tape is ook nieuw. Summer 1984. Oh nee, of 1989. Summer 1989. Nieuwe videoband. Die lag op de trapdoor. Die lag op de trapdoor. I'm allergic to apples. How many chairs? How many mushrooms? How many fruit? How many plate? Dit is de viercijferige code! Chairs, mushrooms, fruits, lights. Dat is de code van hier. Dat is die code. Chairs, waar zijn stoelen? Hoeveel stoelen zijn er in deze fucking zolder? Hier zijn de mushrooms. Hoeveel mushrooms zijn het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mushrooms. Oké, dit moeten we echt onthouden. Hoe de fuck ga ik dit onthouden? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stukken fruit. Daarvoor hadden we de stoelen. Er staat hier sowieso 1 stoel. Staan er nog meer stoelen op deze verkrekte zolder of niet? 1 stoel. Stoel. Twee stoel. Ja, twee stoelen. Is het gewoon letterlijk een twee? Zou het gewoon heel makkelijk zijn? Twee stoeltjes? Het lijkt erop dat het maar twee stoelen zijn. En dan het aantal lampen. 1. 2. Twee lampen? Ik heb het gevoel dat die code niet klopt, maar we gaan het proberen. 2. 8. 6. 2. Gaat dat kloppen? Oh mijn god! Oh, het was gewoon in één keer goed. We hebben het gewoon goed gedaan. En dan hebben we gelijk weer een videotij. Oh mijn god. Home movies? Ik hou wel van home movies. Maar ik denk niet dat dit een hele leuke home movie gaat zijn. Hallo. 401258. Moet ik dat hierop invullen? 401258. The treasure is in the chest. Obviously. It's what's on the key to my heart. Inside. Because it is not what you have on the outside that matters. It is what you keep on the inside that really counts. What? Oké, dit is gewoon echt een of ander raadsel. Staat er misschien nog wat in deze kast? Oh, een emmer. En die emmer kunnen we dan vullen met water, denk ik. En dan moeten we die zeker... Ja! Zo, dat gaat snel met die druppels. En dit moeten we dit over die robot heen gooien? Is dat wat we moeten doen? Nou ja, nee, ik... Let's talk about this. I love you. There, I said it. I am in love with you. Give me another chance. I will show you number combinations you've never even dreamt of. Oh, I think... Please. Please. Please have mercy on me. Wat gebeurt er als ik het wegzet? Wat gebeurt er? Oh mijn god, ik heb je gered. En nu? Nou, hij wil mij niet eens redden. Nou, we moeten hem maar doodmaken of zo, weet ik veel. Opnieuw die emmer vullen, we gooien het gewoon over hem heen. Yo, je... Nee, ik ga niet meer naar jou luisteren. Oh! Oké. Daar zit gewoon de sleutel in van die kist. Wauw, what's on the inside? Hij had de sleutel. Ik dacht dat de sleutel in mij ging zitten. Maar hij heeft de sleutel voor deze kist. Uh-oh. Uh-oh. We can share? Wat kunnen wij delen met elkaar? Dit is denk ik de laatste videoband van alles? Nee, ik weet het niet. We gaan het gewoon kijken. Wat gaan wij met elkaar delen? Heel benieuwd. Hallo? Waar is Woolly? I'm Amanda. When you're friends, you can share all kinds of things with each other. I can share my crayons with you, so you can have fun coloring too. Look at silly Mr. Fox. What the heck? Dat is echt... Sharing shows you care about someone.
Ja, dat klopt. Friends can share toys. They can share snacks. I'll share some of my snacks with you. Which snack would you like? Niks? Moet ik kiezen? Amanda, dit is allemaal verrot, meid. Ik ga voor de schimmelkaas. Dit is verrotte worst. En dit is... Wat is dit? Ik ga voor die kaas. Yum, that's my favorite. Nou, gelukkig. Die van mij niet. Eet jij het dan maar op. Friends can share other things too. Nou, wat nog meer? They can share secrets. Ja, vertel jouw geheim. Can I share a secret with you? Ja, ja. Yes, yes. Are you sure? It's a big secret. Ja, ik ben heel goed in geheimpjes houden. Is it really okay to share my secret with you? Ja! I'm out there. Somewhere. Wat de heck is dit? Het wordt dag. The end. Yo, canon ending? Hallo? Is dit het? Wow, dit was zo gaaf. Ik heb het gevoel dat er nog een einde is waarbij je die tv niet kapot maakt. En dan hebben we alles gehad, of niet? Wat een heel leuk spel wel. Ik heb hier echt van genoten. Dit was echt goed. Het was heel creepy, maar wel echt heel gaaf. Echter had ik nog één einde dat ik moest halen. En dat ging ik natuurlijk nog even doen. Op goed geluk gaan wij nee zeggen. Oh. Ja. I thought you were different. Nee, ben ik niet. Hè? Is dit nou een einde? Huh? Yo, wat? Wat? Ik dacht, ik wil dit laatste einde nog halen, want dan hebben we alle vier de eindes. En nu is opeens het helemaal leeg. Wat? Lief? Dit is wel heel creepy. Is dit een einde? Nou. Dat was het andere einde. Ze dachten dat ik anders was, maar dat was ik niet. Haha, wat leuk. Wat grappig. We hebben alle eindes gehad. Wij kunnen dit doorspoelen, maar het boeit me niet. Bedankt voor het kijken. Doei.